Sector Waalhaven, Noordgracht. Noordgracht, Sector Waalhaven, oké. Ja, de Noordgracht. Die gaat beginnen met baggerwerkzaamheden en monding van Waalhaven 5 en aan de kant van de Heiplaat. Noordgracht, Sector Waalhaven, begin even 7 aan de Westkop. Komt de Waalhaven 5 in, bestemd voor de zuidzijde koekop voor naar binnen. Ja, oké, okay, stand by hoor. Zo weer een grijze dag. Ja, dat is flink regenachtig. Maar een beetje regen houdt de schippers niet tegen. En wij gaan hier over de bodem op diepte maken voor de lichtplaten van de zeeboten en van de binnenvaartschepen. Harde wind en storm daarentegen, daar hebben ze behoorlijk last van. Ja, het is inderdaad afgelopen week is het inderdaad wel echt bizar. Dat maken we niet heel vaak mee. Zo is een dagelijks storm, dat gaat prima, maar zo lang aanhoudende wind is niet prettig. Dit grillige winterseizoen zorgt ervoor dat de baggeraars vaker dan anders het werk moeten neerleggen. Maar goed, als jij met windkracht 7 aan het baggeren bent en je moet stoppen, dan moet je toch nog een stukje varen, je bent nog een stukje aan het draaien. Dus dan zijn wel de kritische momenten wat je doormaakt. En hoe spannend is het dan? Nou ja, niet op leven of leven en dood, maar het is wel, je materiaal moet wel heel blijven. En dat is wel de spanning die je dan ervaart. Kiara, Dennis en Ellen zijn inmiddels weer overgetrokken. Maar stormachtig weer is op komst. En dan is het opnieuw alle hens aan dek.